Afdeling Meijerijstad van de landelijke vereniging Groei en Bloei stelde zondag een vijftal tuinen open voor publiek. Belangstellenden konden onder andere een kijkje nemen in tuinen in Mariaheide, Wijbos en Veghel. Omroep Meijerij ging op bezoek bij Dalia-vereniging De Pompon in Eerde. Een hechte vereniging op een groene oase achter de kerk midden in het dorp. Marinus van Aalen was 48 jaar geleden een van de oprichters en hanteert nu nog steeds de voorzittershamer. Dat is een vereniging die bloemen kweekt en verwerkt. Vooral ook voor thuis, maar ook in andere gelegenheden, net als de kerk en bij de molen en dat soort dingen. En we gaan ook soms op andere plaatsen versieren. En vandaag doen jullie mee aan de open dag. Jullie hebben alles opgepoetst dan? Nou ja, alles opgepoetst. We laten het zo goed mogelijk zien natuurlijk. Hè? En dat zien beperkt zich niet alleen tot kijken. Van Aalen weet als geen ander over de dahlia's te vertellen. De pompons, daar is onze naam naar vernoemd. Dat zijn deze, die balvormige. Dat zijn pompons. En die vind ik altijd nog steeds mooi en goed om te verwerken. Van een dahlia moet er niet verlangen dat hij langer dan een week in de vaas staat. Maar dan staan er ook weer volop nieuwe in het groeiseizoen. Er worden ook nieuwe soorten gekweekt elk jaar door de kwekers. Wij gaan dan ook kijken of dat er nieuwe soorten bij zijn die wij ook kunnen gebruiken. Zo onder andere hebben we nou dit jaar voor het eerst hier de Hapet Pastel. Dat is een dahlia met een mooie, hele lange rechte stengel. Een prachtige bloem, zoals je ziet. Zo proberen wij alle soorten te krijgen die heel productief zijn. En bloemen geven die lang in de vaas staan als het kan. Nettie van den Brand heeft nu 5 jaar ervaring met het kweken van dahlia's. Zij is niet alleen lid van de Pompon geworden voor de bloemen, maar zeker ook voor het sociale gebeuren. Zeker, het is heel erg leuk om inderdaad met de mensen praatjes te maken, bij elkaar te kijken van hoe doe jij het? Want we zijn ook best wel bezig natuurlijk met het dieven van de planten, waardoor je grotere bloemen krijgt. Nou, er zijn mensen die zijn hier al veel langer lid en die hebben tips. En we drinken samen koffie, we maken praatjes, dus het is heel gezellig. Iedere week woensdagavond dan zijn we hier met een aantal mensen die door de dahlia's heen werken. Hè? En dat wil zeggen de oude bloemen eruit, de nieuwe bloemen die komen, die doen we altijd dieven. En dan krijg je mooie slangen, stengels en grote bloemen. Wat is er zo mooi aan dahlia's kweken? De diversiteit van de bloemen, de prachtige kleuren. Ze zijn schitterend. En je hebt zoveel oogst. Dus je kunt jezelf heel blij maken met dahlia's, je kunt ze uitdelen. Het is fantastisch. De meeste dahlia's kunnen pas snijden als ze helemaal open zijn. Want anders vallen ze slap in de vaas. Maar deze die komt nog als je ze zo in de pit snijdt, zeg maar. Sommige kwekers doen dat zelfs zo. En ik vind het te vroeg, maar... Zo kunnen ze eigenlijk al best snijden dat ze echt ruim een week staan. U kweekt zelf ook dahlia's? Ik heb zelf wel dahlia's, maar ik heb niet zo'n grote tuin. En ik hou meer van de pompoenen, van het korte. En u dacht, het is vandaag heel mooi weer, ik pak de fiets, kom, ik ga naar Eerde. Ja, inderdaad. Ik zat in de krant staan. Ik denk, nou, mooie dag om te fietsen, mooi even de tuinroute te doen. En wat is de indruk tot nu? Nou ja, alleen maar prachtig. Geweldig. Dat is Café Olé. Die is echt prachtig. Hij is enorm groot. Als je die eentje op een schaaltje legt, hij is ook best sterk. Dan heb je er echt heel veel dagen plezier van. Dus iedere keer als ik er langs loop, zowel hier in de tuin, maar met name ook thuis, als ik weer thuis ben. Dat is echt genieten in de zomer van de dahlia's. En lang, hè? Dus tot de eerste vorst kun je eigenlijk nog bloemen plukken. Dus het is vaak nog november dat je denkt van, heb ik er nog eentje? Of misschien nog twee? Dat is echt heerlijk. En ik vind ook sowieso dus deze plek hier in Eerde, als je dan zo dus dadelijk gaan de dagen wat korten. Als je dan hier bent en de zon gaat zoetjes aan onder en de lamp van de klok van de kerk gaat aan. Nou, het is prachtig. Dan denk je, wat wonen we eigenlijk in een heel mooi stukje Brabant.